Aan de Beierlandse Laan op Rotterdam-Zuid heeft dinsdagnacht een grote brand gewoed. Het vuur ontstond even voor 2 uur in een Turkse snackbar. Daar was niemand aanwezig en de panden rondom de zaak en de huizen erboven stonden leeg. Er zijn geen gewonden gevallen. Er was veel rookontwikkeling. De schade lijkt beperkt tot het pand van de snackbar zelf. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In een leegstaand kantoorpand aan de Nieuw-Mathenessestraat in Schiedam heeft maandagavond korte tijd brand gewoed nadat een cv-ketel was ontploft. Daardoor vloog een gasleiding in brand en raakte de gevel ontzet. De oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk en wordt onderzocht door de politie. Er vielen geen gewonden. Bij een tiental ondernemers in de binnenstad van Gorinchem kunnen klanten sinds het begin van deze maand niet meer pinnen. Door vernieling van de zendmast van KPN hebben mobiele pinapparaten niet of nauwelijks bereik. Hij doet het weer niet. Ik weet niet of ik het heel vervelend vind om even buiten te gaan pinnen bij de bank. Hij is hier vlakbij. KPN laat weten dat de zendmast zo snel mogelijk wordt gerepareerd, maar dat dit nog wel een paar weken kan gaan duren. In de tussentijd heeft KPN andere antenneinstallaties in de buurt aangepast om een zo goed mogelijke netwerkontvangst te bieden. De Baya Beach Club is failliet. Na 15 jaar heeft de Rotterdamse discotheek met schaars geklede serveersters en breedgeschouderde obers de deuren aan de Karel Doormanstraat moeten sluiten. Dat kost 43 mensen hun baan. Het merendeel werkte part-time bij de Baya. De curator onderzoekt nog hoe het faillissement precies is ontstaan.